niet zo lang meegemaakt, hoor. Ik kwam jaren na die polsmoord en ik zat natuurlijk niet gelijk bij de reserves, hè. Het is echt zo'n man, die zei nou één blik en ik weet precies hoe het zit. Oh ja, in die tijd was tunnelvisie nog heel gewoon. Ja, gewoon een grote, lul en arrogante... Dag, meneer Van Berkel. Even van Dongen recherche inmiddels, weet ik nog. Het is mijn collega, Floris Wolfs. Recherche voor een poging tot inbraak. Zo krijg je wel problemen met je opsporingscapaciteit. Oh, jullie dachten een lekker makkelijk klusje. Hè? Dan kan je het oplossingspercentage een beetje opkrikken. Waar heeft u het over? Er was een poging tot inbraak. Ik doe aangifte en nu staan jullie hier. Hè? Nou, nee, wij zijn hier omdat er gisteren schoten zijn gehoord in uw garage. Schoten? Hier? Dan zou ik dat ook gehoord moeten hebben, denkt u niet? Zullen we toch even gaan kijken in de garage? Misschien werpt het ook een heel nieuw licht op de hele inbraakpoging. Ja, natuurlijk kunnen we gaan kijken.